Nederland met links. 1-1. Nefland scoort in zijn eerste wedstrijd voor Groningen. 4 minuten na de 1-0 is het de beurt aan de Noor. Hoe dit doet, maakt niet uit. Hij doet het gewoon. De verdediging van Roda staat te slapen. En Nefland, jawel, hij heeft zijn doelpunt. De eerste treffer deze competitie van de Noor. Op Nefland, Sijp glijdt uit. En Nefland maakt zijn eerste officiële doelpunt in de Euroborg. In Stekelenburg werd gepasseerd na 43 minuten door Erik Nefland. 1-0 voor Groningen. Dik en dik verdiend. Nefland, Nefland! Oh ja, 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 ja! Hij zit erin! Prachtige goal van Nefland! Haha, jawel! We staan voor! Groningen op 1-0! Op 20 december kreeg oud-FC Groningen spits Erik Nefland nog één keer een grootse huldiging in een uitverkocht Euroborg. Als dank voor zijn spel voor de FC in de seizoenen tussen 2004 en 2008. Nefland nam op 17 november officieel afscheid van het betaalde voetbal met zijn laatste wedstrijd voor Viking FK. De club uit Stavanger waar hij zijn carrière ook was begonnen. Zo'n 40 FC Groningen fans reisden medio november naar Noorwegen om bij de laatste wedstrijd van Nefland aanwezig te zijn. Nu 12 uur in de bus. We zijn nu aangekomen hier in Hirtshals in Denemarken. Nou, de eerste 12 uur waren geweldig. We hebben heel veel lol gehad in de bus. Nu nog 11 uur op de boot. Nou, Noorwegen is voor mij helemaal nieuw. Ik ben er nooit geweest. Ik ben heel stijf. Ja, een lange nacht, lange rit. Weinig van Denemarken gezien. Ik vond er wel mee van. Ja, ik viel me 100% mee. En ja. Heerlijke bus natuurlijk, lekker stoel, lekker ruimte, voeten op tafeltje, voeten. Sommige mensen lang in het gangpad te slapen, sommige mensen lang te ronken. En, sommige mensen die zaten wat te snurken, dat vond ik op zich wel jammer. Erik Nefland was toch een held. En, het is een heel weekend weg. Gewoon, ik denk dat het feest gaat worden en een waardig afscheid van een goede FC Groningen speler. Kijk je naar uit naar de wedstrijd van zondag? Ja, het lijkt me leuk. Het is een andere cultuurtje, andere menigte. We kijken hoe de supporters daar zijn. Ik hoop niet dat we in het uitvak staan, dus dan juichen we de verkeerde kant op. Nee, iedereen is enthousiast. Ik kijk er wel naar uit. Dit is het shirt van Erik Nefland. Dat heb ik van Erik gekregen in het seizoen 2007. Naast de competitiewedstrijd. Dat was tegen Utrecht. We haalden toen de play-offs. En toen riep hij naar beneden, zeg maar. Ik stel jaren met een Noorse vlag. Zeg ik de wapper voor hem. Ja, er zat nog geen handtekening op. Dus dat wordt de missie van mijn reis. Op 20 september 2004 wordt Erik Nefland in het Oosterparkstadion gepresenteerd als de nieuwe spits van FC Groningen. De spits heeft bij zijn vorige club Viking FK naam gemaakt als goaltjesdief.
Nevland speelde eerder bij Manchester United en IFK Göteborg, maar wist daar onder andere door blessures niet door te breken. I wanted to develop as a player and then this offer came along and came along and then it was an easy decision really. Het was natuurlijk een droom van mij om naar Manchester te gaan. En ik vond het heel leuk en ik leerde veel. En ik denk dat ik als speler groeide. En hoe ben je uiteindelijk toen bij Groningen terechtgekomen? Dat weet ik ook niet eigenlijk. Ik is gewoon met Henk Veldmaat en Roy Buikenkamp hier in Stavanger hebben een gesprek gehad. En vanaf daar ging ik eventjes naar Groningen om even rond te kijken. En dat voelde me denk ik goed. Dus daarom eigenlijk. Nevland tekent bij FC Groningen een contract voor 3,5 jaar tot medio 2008. Trainer Ron Jans is blij met zijn nieuwe aanvaller. Als ballen van de zijkant te komen, dan heeft hij toch het gevoel om vooral bij de eerste paal op de goede plek te staan. En cool de kansen te benutten. Het heeft natuurlijk heel veel voor mij betekend. En, hij heeft mij geholpen met veel dingen. En ook toen met de gezin. Hij heeft iedereen geholpen. Niet alleen mij, maar ook mijn vrouw en mijn kinderen. Dus een hele leuke trainer. En die ik nu zie als een vriend. Nevland is vanaf 1 november 2004 speelgerechtigd voor FC Groningen. Op 7 november maakt hij zijn debuut uit bij FC Twente. En meteen geeft Nevland zijn visitekaartje af. Nevland met links, 1-1. Nevland scoort in zijn eerste wedstrijd voor Groningen. Het doelpunt tegen FC Twente is het eerste van 48 goals in 114 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Dat kan ik heel goed herinneren. Dat was natuurlijk een hoogtepunt. In zijn tweede duel voor de FC weet Nevland niet te scoren. Maar tijdens zijn derde wedstrijd uit tegen Feyenoord is het wel weer raak. Twee keer zelfs. En links helemaal van Gissel. En die haalt uit vanaf 16 meter. De rebound is er voor Nevland en hij scoort voor FC Groningen. Dit is niet juichen op zijn Noors, maar het klokkenspel waarmee Nevland scoorde. Groningen staat voor in de Kuip met 1-0. Oh, it was a good shot from Sander. I just had a run in it. Just hit me somewhere and then I just had to make sure it went in. Twee Groningers komen inglijden en zo is het 2-1 voor FC Groningen. Enig probleempje, wie scoorde er nu eigenlijk op de assist van Pinas? Ik hoorde van Erik toen ik op de grond lag bij het doelpunt dat ik hem aanraakte als laatste. Maar ik weet het niet goed. To be honest, I don't know. I know I touched it, but I don't know if Sander touched it afterwards. Nevland loopt gedurende het seizoen 2004-2005 qua doelpunten bijna 1-1. Hij groeit zo uit tot een fenomeen in de Nederlandse Eredivisie. 4 minuten na de 1-0 is het de beurt aan de Noor. Hoe hij het doet, maakt niet uit. Hij doet het gewoon. Nevland loopt 1-1. 4 goals in 4 wedstrijden. Ja, yeah, it looks good so far, but I've been lucky now. I played 4 games and scored 4 goals, so it's I don't think it will continue like that for the rest of my career here, but I wouldn't mind, but it's going well now, so I hope I can keep it up. Het 5e doelpunt van Erik Nevland in dienst van de Groningen Club. Van Gissel, Nevland, de Noor van 1,20 meter. Wat een doelpunt. Zijn 6e treffer voor FC Groningen. 1-1. Fantastische traptechniek van Erik Nevland. Het fenomeen uit Stavanger. Erik Nevland schiet FC Groningen met 2 doelpunten langs FC Utrecht 1-2. 4 minuten voor tijd vanaf de rand 16. Toch nog de gelijkmaker. Nevland zijn 9e in 12 wedstrijden. Groningen ontsnapt aan een nederlaag, maar niet aan een fluitconcert. Later weet de Noor wel het net te vinden. De uitdal is hier van Seedorf en Nevland verlengt de bal heel bewust. Maakt alweer zijn 10e van het seizoen. Een goede voorzet naar de eerste paal en daar staat inderdaad Nevland, zijn 11e van het seizoen. Ja, yeah, it's been too much for the last few weeks, but
Ja, it's a part of the game and it's always nice when you do well and you get attention. So yeah, you can't complain. Pinas verlengt en Nevland scoort. Het is alweer zijn 12e van het seizoen. Verbaas je jezelf met zoveel doelpunten in de Nederlandse competitie? Ja, een beetje, maar ik heb altijd veel doelpunten gescoord. So, niet zoveel, maar een beetje, ja. En het is alweer raak voor Erik Nevland en dus FC Groningen. Dat is doelpunt nummer 13 voor de Noor. Ik moet hard werken en proberen te scoren elke wedstrijd ik speel. Nevland niet nadenken en gewoon scoren. 2-3. Binnen 7 minuten buigt Groningen een 3-1 achterstand om in een 4-3 voorsprong. Een minuut voor rust. Nevland speelt op Flederis. In mijn ogen de uitblinker in de wedstrijd gisteren in de Arena. En Nevland ziet hem tegendraads in. Fantastisch. Zijn 16e doelpunt van het seizoen. Zometeen genieten we nog van onze ontbijt en dan gaan we zometeen om 10:30 gaan we met de bus naar Dalsnutten. Wat dat is, weet ik ook niet. We gaan een half uurtje met de bus en dan gaan we een wandeling maken van 3 kwartier, een uurtje. En om 3 uur gaan we naar het sportcafé, gaan we even gezellig bij elkaar zijn met alle andere supporters, ook van de voetbalvereniging. En dan gaan we op de boot naar het stadion en wat er dan allemaal gaat gebeuren, ook voor mijn surprise. Jullie als broers ook speciaal om hier zo samen te zijn? Zijn jullie goed samen? Ja, zo vaak hebben we niet tijd om samen te zijn. Hij zit ook veel in het buitenland, dus moet je ook af en toe wat tijd maken om bij elkaar te zijn. Dat is een mooi moment ervoor. Ja, hij is altijd aan het werk, dus ja. Kun je een beetje aan de relatie werken zo? Relatietherapie. Dankjewel, ja. Nevland. Ja, waarom was die man bijzonder? Ja, een stukje uitstraling, altijd goed voor de club, inzet. Hè? Even een soort aura om zich heen. Hij heeft een beetje net zoals die Stefan Pettersen bij Ajax en Liedman. Dat zijn sympathieke aardbaaier jongens en die doet altijd goed. Daar gaan de mensen wel voor. Nooit zeuren, er al niet voor gaan. En nou, ook al die sportief toch, een sportieve speler. Ja, zijn inzet, als je zijn inzet zag en natuurlijk zijn goals. Ja, hij sweepte de hele ploeg op altijd. Je zag het op het hele team. Dat had effect op iedereen, op de supporters, op het team, op iedereen. Mis je dat nu ook een beetje in dat stadion, hè? Daar weet je wel veel over zelf. De sfeer wat minder is, heb je zo'n Nevland nodig die het een beetje afzweekt? Ja, absoluut. Ik mis echt een speler als Nevland. We hebben nu de Leeuw natuurlijk. We missen toch echt zo'n type Nevland die de ploeg op zweeft. Die hebben er nu niet echt tussen zitten. Zelfde bijlagen in de krant stonden ook vol van Erik Nevland. Het is wel een held hier, omdat hij ook als jeugdspeler eigenlijk... helemaal door de jeugdopleiding is gegaan naar Manchester United. Als je nou naar zijn carrière kijkt, hè, heeft hij Groningen natuurlijk gehaald en Fulham. Heeft hij alles eruit gehaald? Als je bij Manchester wegkomt, je hebt 3 dagen voetbald en je bent teruggegaan naar Stockholm, heeft hij gewoon gezegd. Toen bij Groningen heb je toch alles eruit gehaald, denk ik. Fulham nog wel afgesloten. Ik denk dat iemand een rijke carrière heeft gehad. En zo wordt het hier ook beleefd verlopen door die mensen die hier wonen. Waar we mee gesproken hebben. Ja, wij worden zelfs met warm hart ontvangen. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, iedereen vindt het fantastisch dat die 40 van die gek naar Groningen komen. Ja. Gedurende de eerste helft van het seizoen 2005-2006 heeft Nevland moeite met het vinden van het net van de tegenstander. Alleen tegen ADO voor de beker weet hij te scoren. In die periode wordt hij in Groningen gevolgd door de Noorse televisie. Geen mooi doelpunt, maar wel illustratief voor de geweldige inzet voor Nevland. Utenfor trainingslokalet står det stadig media og venter på han for å få en kommentar. Yeah, we're going to interview him because he had an injury and
Well, I think it will be the first game that he's starting the game. So the trainer told me that he's starting on Sunday. So that's news here. He's a big name here. It's a very big name because last season he scored 16 goals in, I believe, 20 matches. Well, that's unbelievable, especially in a club like FC Groningen. Majstorovic, Nevlov met links, 1-1. Med sine 16 mål på 20 kamper skrev Nevland, eller Treffland som han nå kalles, et stykke historie i nederlandsk toppfotball. Midt i forrige sesong lå FC Groningen langt nede på tabellen. Så kom Nevland og skåret, og skåret. Og det var særlig en skåring som gjorde han kjent, der han ikke brukte beina til å få ballen i mål. Rebound is er for Nevland, og han skåret for FC Groningen. It was a good shot from Sander, and I just had to run in it. It just hit me somewhere, and then I just had to make sure it went in. Laget seilte i medvind og greide til slutt å ta en 12. plass i den nederlandske æresdivisjonen. Hele fire ganger kåret supporterne på Oslo Park stadionene til Man of the Match. Og han endte opp med titlen Årets spiller. Og respekten for forrige sesongs toppskårer blir ikke mindre når han på så korte tid har lært språket dis. Men voel je ook een beetje een druk, want Groningen heeft in 6 wedstrijden 4 doelpunten gemaakt. Iedereen verwacht wel wat van je. Nou, zo was het vorig jaar ook, hè. Zo, daar ben ik goed gewend met. Die is veldig opptatt av at alle skal integrere sånn med språk og ikke at hele laget skal gå og snakke engelsk. For du tross alt i Nederland, da må du innrette deg etter det. Op 30 december 2005, vlak voor de verhuizing naar Euroborg, scoort Nevland in een wit kerkrade tegen Roda JC zijn eerste goal van het seizoen 2005-2006. Twee weken later gaat Nevland de geschiedenisboek in als de maker van het eerste officiële doelpunt in Euroborg. FC Groningen wint na de opening van het nieuwe stadion met 2-0 van aartsrivaal Heerenveen. Sijp glijdt uit en Nevland maakt zijn eerste officiële doelpunt in de Euroborg. Hij deed het 3 keer in de testwedstrijd tegen de BV Veendam. En toen had hij de smaak te pakken en toen dacht hij van, ik doe het ook in een eerste officiële wedstrijd. Groningen halverwege die eerste helft met 1-0 voor. Ja, mooi. Het is echt, echt mooi. En ook, ja, ik weet niet wat te zeggen. Ik vind deze avond was echt mooi en de sfeer was fantastisch. En dat is ook helpt ons de 3 punten binnen te halen, denk ik. Nevland sluit het seizoen af met 9 doelpunten en weet met FC Groningen Europees voetbal te halen. Erik Nevland scoort op slag van rust. 1-0 voor FC Groningen. Die bal komt bij Nevland. Goed weggelopen bij Saavedra. En een doelpunt voor Groningen. Groningen leidt na een kwartiertje met 1-0. De 4e goal van Nevland dit seizoen. Een mooie wipper, zoals dat heet. Na de 1-1 werd Groningen wat voorzichtiger. Kreeg wat minder kansen, maar op slag van rust. Erik Nevland, 2-1. Het eerste doelpunt was een typische Nevland. Zelf ruimte creëren en dan snel schieten. 1-0 voor Groningen. Ja, ik denk altijd... Als ik de bal krijg om proberen te scoren en ja, nu lukt het wel en ben ik blij mee. Mooie voorzet en Nevland, geweldige kopbal van 14 meter, 2-0 voor Groningen. Nee, ik heb wel eerder vaak met de kop gescoord, maar niet hier in Nederland zo vaak. Maar ja, de bal raakte ik echt goed en ging weg van de keeper en dat net in de hoek zo was leuk. Vlak na rust verzilverde Nevland de enige Groningen kans van de wedstrijd. Stekelenburg werd gepasseerd na 43 minuten door Erik Nevland. 1-0 voor Groningen. Dik en dik verdiend. Thank you guys!
Nefland betekent voor mij, nou ja, het is voor mij wel een voorbeeld. Ik ben zelf spits bij VV Gorecht, dus ja, doelpunten maken, dat is ook mijn, wat ik moet doen, zeg maar, in het veld. Dus ja, voor mij is het wel een voorbeeld. Op welke manier heb je dan van hem geleerd? Juist zijn strijdlust en de manier waarmee hij het publiek altijd opzweept. Ja, ik weet niet hoeveel publiek er bij Gorecht is, maar heb je daar wel een beetje van geleerd? Ja, vooral met strijd en zo, dat heb ik zelf ook heel erg. Als iemand er niet voor gaat, dan spreek ik hem er wel heel erg op aan, ja. Ja, nou goed, hij een soort wederopstanding van FC Groningen eigenlijk. Van, op het moment dat het slecht ging, hij kwam er wat bij, scoorde aan de lopende band. Groningen deed het ook wat beter op dat moment. Dus dat is daar heeft hij eigenlijk voor Groningen bezorgd. En ik denk ook dat we door hem hier nou op dit moment staan. Om hem doorvoer te bedanken voor wat hij voor de club bezorgd heeft. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat we ervan gaan genieten met z'n allen. En gewoon, nou, net zoals de hele reis al een beetje lol met elkaar hebben, ook tijdens de wedstrijd. En natuurlijk dat hij veel speelminuten krijgt. En als hij eruit gaat, nou ja, staande ovatie. Ja, dat lijkt me echt heel mooi. Be so glad what I heard you come to Norway. Absolutely. 40 people come here. That we is very happy about that. Erik Nevland is very, very good player. For us and for you in Groningen. Yes, absolutely. Melissa, hoe is dat? Ja, je zei dat klinkt een beetje eenzaam als enige vrouw mee te zijn. Ja, nou ja, het is niet anders. Het is gewoon tussen de mannen wringen om er gewoon bij te horen. Het is wel een leuke ervaring om mee te gaan. Did you know that he played some years in Groningen, 3 or 4 years, and he was very popular? Yes, I know he was very popular there and he scored lots of goals. We followed him when he was in Groningen. Nog een oude spelerskaart van ongeveer, nou ja, ik denk 6 jaar geleden. En nog een foto waar ik met hem op stond. En daar wou ik graag nog een handtekening op. En dan inlijsten. Wat vind je er nog van dat een hele groep supporters uit Groningen hier naartoe is gekomen voor jou? Geweldig. Het is natuurlijk... Ik ben heel trots en heel... ik weet niet de Nederlandse woord niet, maar ik vind het zo leuk. En wij gaan wel even een biertje met ze vanavond doen, meepikken en dan even een feestje doen. Dat verdienen ze wel. Tijdens zijn derde seizoen voor FC Groningen vormt Nefland samen met Luis Suarez een gevreesd koppel. Het levert de FC, net als een seizoen eerder, Europees voetbal op. Als je de eerste doelpunt maakt in die wedstrijden, dan... krijg je heel veel ruimte en dat hebben wij ook goed gebruik van gemaakt. Groningen komt halverwege de eerste helft op voorsprong. Nefland scoort en het is zijn derde van het seizoen. Winkeren houdt de bal met buitenkant rechts binnen, waarop Nefland scoort voor FC Groningen. Flederis met een prima voorzet op Nefland. Die kopt vervolgens vrij binnen. Het is zijn vierde van het seizoen. Daarmee bezorgt Nefland Groningen de winst. Thank you.
fraaie aanval van FC Groningen. Let op, Suárez achter zijn standbeen langs uithalen Nefland. Binnenkant paal, de gelijkmaker. Het is 1-1. En wat een mooie aanval was dat van FC Groningen. De aanval die werd opgezet door Kruiswijk. Suárez stikte op briljante wijze door richting de afmaker van Groningen, Erik Nefland. Na het vertrek van Suárez naar Ajax vormt Nefland in het seizoen 2007-2008 een spitse koppel met de Zweed Marcus Berg. Dat levert de eerste seizoenshelft 6 doelpunten van Nefland op en een derde plaats in de Eredivisie tijdens de winterstop. Het meest in het oog springend in 2007 is het doelpunt van Nefland tijdens de verlenging van Fiorentina tegen FC Groningen. Aan dat doelpunt zal hij het meest herinnerd blijven. Dat is geen hardloper, dat is Thierry. Winteren, Van der Laak, Nefland, Nefland! Oh ja, 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 ja! Hij zit erin! Prachtige goal van Nefland! Oh, jawel, we staan voor. Groningen op 1-0. Wat een goal, wat een goal! Dat is Nefland. Dat is de teamplayer. Dat is de topscorer van Groningen. Erik Nefland. Wat fijn. Wat mooi. Thank you.
als je nu aan Groningen terugdenkt, hè, hoe herinner jij je FC Groningen? Met een heel mooi gevoel. Niet alleen de club, maar ook de stad, de mensen. En, we hebben zoveel vriendjes nog steeds in Groningen. En, het is gewoon een hele mooie periode geweest. En, ik mis het wel een beetje. Kijk je nu eigenlijk terug op je voetbalcarrière? Alleen maar met een goede gevoel. Ik denk dat ik de meeste uit mijn talent heeft uitgehaald. En, ik heb zoveel mooi kunnen meemaken. En, ik ben zeer tevreden en trots. In januari 2008 wil het Engelse Fulham Nevland overnemen van FC Groningen. Bruno Silva en Rasmus Lindgren zijn die maand inmiddels al vertrokken naar Ajax. Fulham wil niet het bedrag betalen dat FC Groningen verlangt. Uiteindelijk doet Nevland zelf flink water bij de wijn om alsnog naar de Premier League te kunnen gaan. Erik, jij bent voor ons ongelooflijk belangrijk voor deze lijst. Je bent een supertrof en een fantastisch mens. Bedankt voor alles wat jij voor ons hebt gedaan en heel veel succes. Ik heb zo'n leuke tijd hier gehad. Het is wel een beetje moeilijk, maar ja, het ging wel. Ik ga jullie allemaal missen. Ik ben nu een van jullie supporter van FC Groningen. Bedankt. Ik ga zeker vaak naar Nederland gaan. We hebben veel vrienden hier en we gaan heel vaak terug. En ik hoop dat ik veel wedstrijden mag bekijken in de Euroborg. In februari 2008 neemt Nevland geëmotioneerd afscheid van FC Groningen. Ja, die was wel moeilijk voor iedereen, denk ik. En, ik had een droom en ik was dertig en dat was de laatste kans. Dus dat was wel een moeilijke tijd, maar dat is in het verleden en geen probleem nu. Ja, geen enkele... Want ik kan me voorstellen dat het best pijn heeft gedaan toen, hoe dat ging. In het begin deed het wel pijn, maar nu is het wel... heb ik wel doorgekomen. Op ongeveer een half uur rijden ten zuiden van het stadion ligt het trainingscomplex in Motspur Park, vlakbij Wimbledon. Bij Fulham is hij meteen belangrijk en zorgt hij er met zijn doelpunten voor dat de club uit Londen in de Premier League blijft en in 2010 zelfs de finale van de Europa League haalt. Spelen in Engeland is voor Nevland het hoogst haalbare en een droom die uitkomt. Voor mij als een Noor is de belangstelling van Noorwegen veel, veel groter dan toen ik bij Groningen zat. So, dat is heel anders. Gewoon dat je elke week op een stadion als Old Trafford of Anfield of zo in mag komen, dat is wel leuk, vind ik. Create more danger. In it comes. There's Nevland there tangling with Sungji Hai. He's gone down and the referee has pointed to the spot. Eric Nevland, the substitute, has only just come on, has been brought down by Sungji. This is an opportunity for Eric Nevland. Can he finish it for Fulham? Yes! Oh! He's done it again! Eric Nevland with a second goal! And that's that! That is that! In 2010 keert Nevland terug bij zijn allereerste club, Viking FK, in zijn geboortestad Stavanger. Wat zie je nou eigenlijk als de belangrijkste club in jouw carrière? Moeilijk te zeggen. Ik ben natuurlijk hier opgegroeid, dus Viking is altijd dicht bij mijn hart. Maar ook Groningen en Fulham heeft veel voor mij betekend, dus ik wil er niet van kiezen. Hey.
wedstrijd zelf was niet zo heel bijzonder. Ja, niveau is niet wat we gewend zijn in Nederland. Het is tikkeltje Jupiler League. Maar gewoon dat sfeertje en die gezelligheid en dat feest vooraf, jongen, in de kroeg. Geweldig. En met al die andere supporters uit Stavanger. Top. De tweede helft was hartstikke leuk. Goed om naar te kijken. Mooie voorzet van Nefland. Eigenlijk had hij ook nog kunnen en moeten scoren. Eigenlijk tot twee keer toe, maar goed, dat is dan niet gelukt. Maar verder een geweldige belevenis. I think he was at his best when he was in Groningen and in England. Maybe he had peaked when he got down here, but he's a professional, 100%. Every training was fantastic. Show the young players what you should do in training and everything. So he was a real good role model for all the players in Viking. Nu ben je gestopt. Wat ga je nu doen? Ik heb geen flauw idee. Ik ga dat morgen uitzoeken en dan zien we het wel. Maar ik moet wel een nieuwe baan vinden, dus dat wordt wel spannend. Trainer, is dat iets voor jou? Nou, nu niet. Misschien in een paar jaar tijd of zo, maar nu moet ik even iets anders doen, denk ik. Misschien richting Groningen? We zien het wel. Je mist op dit moment wel echt een beetje een speler dat je denkt van, nou, die draagt het Groningen hart, zoals een Erik Nefland type. Dus ik denk dat hij wel een belangrijke rol kan spelen bij Groningen van nu. Ik denk dat het een hele goede scout voor de FC is. En dan vooral in de Scandinavische landen. Hij heeft verstand van voetbal, dus ik denk dat wel helemaal goed moet komen als hij scout wordt. Na zijn afscheid van het voetbal in Noorwegen krijgt Nefland op 20 december, voorafgaande aan het bekerduel tegen Ajax, nog een eerbetoon van FC Groningen om hem daarmee te bedanken voor de mooie tijd die hij de FC heeft gebracht. Hij gaat in de rust, hij komt er in de rust in. Met deze? Ja. Ik ben al een jaar geleden van Henk Veldmaat uitgenodigd, maar toen ik zelf speelde was het moeilijk, omdat ik op dezelfde tijd ging spelen. Dus dat maakte het lastig. En nu, toen ik gestopt heb, heb ik ook weer die uitnodiging gekregen. En nu past het wel en dan heb ik het graag gedaan. Goed jou te zien, man. Ja, je ziet er goed uit. Ja, ik heb dikke kleren aan, ik heb een dikke trui aan. Ja, je hebt niet veranderd. Nee, hè? Nee. Ja. Leuk om je weer te zien, hè? Hartstikke leuk. Ja, jij ook. Ja. Welke oude bekenden ben je allemaal al tegengekomen? Oh, veel. Hè? Veel van dezelfde mensen werken nog. Ik ben nog steeds werkzaam bij de club. En die heb ik. En ik heb ook Martin Drent, Djibril Sanko en Paul Matthijssen nu tegenaan kunnen lopen. Dus heel leuk. Is veel van dezelfde mensen hier nog? Ja. Maar dat is goed. Ja, dat is mooi. Prima. Ja, dat is hartstikke leuk. Wat denk je? Goed. Doe ook. Fijn. Ja, graag van Mats. Ah, het is de Bovenke, zo. Lekker zelf, hè? Dank je. Erik is hier vandaag bij ons de gast, eregast, samen met zijn gezin. Dank je wel. Dank je wel voor alles, hè, jongen. Alsjeblieft, jongen. Mooi, hè? Ja, mooi, hè? Ja, dat was heel goed. En ik weet niet wat te zeggen, maar ik heb gewoon een goed gevoel. En ik ben trots en dankbaar. Ga ik even iets uit mijn binnenzak halen. Ik kreeg namelijk voor de wedstrijd een oud krantenartikel. Erik Nefland wil carrière graag afsluiten bij FC Groningen 2006. Toch niet helemaal aan je woord gehouden.
Nee, dat heb ik helaas niet. Maar wil graag. Zo, je weet, ik heb het niet beloofd, maar dat is natuurlijk zou natuurlijk niet verkeerd zijn. Maar nu is het niet zo gebleven. Weet je wat de supporters niet allemaal willen? Nee? Dat jij de nieuwe algemeen directeur wordt. Ja, ja, dat kan ik niet. Daar hoef je niet, zorgen te maken. Daar hoef je niet voor te studeren, hoor. Nee. Ik ben, heb wel heel veel jaren gehad daar. Dus, zul je hier ook nooit meer vergeten? Nee, en ik zal ook Groningen en de club en de mensen en de supporters ook nooit vergeten. Ik voel het wel. Dat is natuurlijk bijzonder als je al een afscheid hebt genomen en dan weer het veld rond mag lopen en iedereen bedanken. Dat is, doe je iets. Gelukkig niemand fluiten, dus dat was... Nee, dat zullen ze voor jou niet meer doen, denk ik. Nee, dat was goed. Dat was heel leuk en ik waardeer het heel veel. Essent is supporter van FC Groningen TV.